Hoi, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkens en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag heb ik weer een houdbaar bloemstuk voor jullie. Echt wel heel erg mooi. Ik heb een mooi frame. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt daar onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Ik heb hier een prachtig frame en hier gaan we een mooie bol in hangen. Ik gebruik daarvoor doorzichtig draad, dan geef je echt het gevoel dat hij zweeft. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. En ik heb dan een bol, die gaan we erin hangen en dan steken we hem vol met mooie bloemen. Dus ik ga het draadje er even aan bevestigen en dan gaan we beginnen. Ik maak een soort haakje, net zoals je naald en draad gebruikt. En daarin bevestig ik het. Het elastiekje, het doorzichtige elastiekje. En daarmee kan je dan door de bol heen. En dan kan je onderop eventjes ook weer een lusje maken. En daarin zet je hem nog eens keer vast met een krammetje. Zo voorkom je dat je hem er doorheen trekt. Kijk, daar heb ik een klein lusje aan. En die maak ik dan nog eens een keer vast met een krammetje. En dan ziet het er zo uit. Daar zie je straks niks van terug. En zo kan je hem ophangen. Dan gaan we vullen met mooie materialen. Ik heb ook weer mooie gekleurde bloemen. Maar ik heb ook wat vetplantjes en dat soort dingen. Dus die gaan we daar mooi in bevestigen. Allereerst wil ik even beginnen met de vetplanten. De rotsplantjes. Die kan je er gewoon afknippen. Dan blijft dat gewoon goed. En die kan je er of oplijmen of eventjes een satéprikkertje gebruiken. Dan steek je hem er gewoon voorzichtig in. En dan verdeel je deze over de bol. Dan gebruik ik ook nog wat gedroogde vruchtjes en die lijm ik erop. Dan gebruik ik wat bananenblad die ik in stukken knip. Dit geeft een heel natuurlijk effect. Die lijmt er ook bij tussen. Dan voeg ik wat droogbloemetjes toe. Deze vind ik iets te lang, dus die knip ik in delen. Doe ik heel voorzichtig, zodat je wel mooi afgeknipt hebt. Die je het eigenlijk niet echt weer ziet. Thank you.
En dan voegen we ook nog een beetje cilantro toe om het steekschaam verder op te vullen. En ook een klein beetje mors. Mos zet ik vast met een pareltje, want dat vind ik ook gelijk weer mooi lijken. Het geeft een luxe effect in het bloemstukje. En dan bevestigen we hem in het frame. En dan hebben we echt een prachtig leuk bloemstuk. Wil je hem nou echt helemaal in het midden, want je hebt hem nu aan een van de kanten. Kan je eventueel ook een stokje of een ijzerdraadje even in het midden erbovenop leggen en hem daaraan bevestigen. Maar ik vind het wel een heel leuk en speels effect geven. Kijk hoe leuk en spannend dit dan is. Geweldig. En wil je hem liever in het midden, dan kan je hem dus zo aan een ijzerdraadje in het midden hangen. En dan heb je gewoon een heel lang houdbaar bloemstuk. En dan voeg ik er als laatste ook nog een paar vlindertjes aan toe. Want dat vind ik toch wel leuk voor de zomer. Je kan natuurlijk zelf de hoogte bepalen. Wil je hem wat meer in het midden, kan het ook. Wil je hem wat lager zoals ik hem nu heb, kan dat ook. Dan kan je gewoon helemaal zelf kiezen. Wil je dit nog graag zelf maken? Er is een beperkte voorraad, dus wees snel bij. Ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onder kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want op is op en we zijn door heel Nederland, België en Duitsland. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!